Hallo iedereen, supergezellig dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Vandaag zijn we in Rotterdam, de havenstad, en we staan nu pal tussen de beroemde kubuswoningen, zoals je om mij heen kunt zien. Vandaag gaan we het hebben over dieren. We gaan aan mensen vragen wat hun huisdier is en wat hun favoriete wilde dieren zijn. Laten we beginnen. Heb je een huisdier? Ja, ik heb één hond momenteel en vroeger had ik één kat ook. En wat voor hond is het? Een Zwitserse herder. Dat is gewoon een Duitse herder, hetzelfde formaat, maar helemaal in het wit. Ja, die heb ik. Wat voor huisdier heb je? Een Engelse Stafford. En hoe ziet hij eruit? Hij is gestroomlijnd. Dus bruin met heel mooie goud. Hij heet ook Oro. Hebben jullie huisdieren? Nee. En waarom niet? Ja, voor het gemak. Geen last van. Allee, we hebben geen last nu. Ja, begrijp ik. En als je dan toch een huisdier zou moeten kiezen, wat voor huisdier zou dat dan zijn? Een vis. Een vis, ja? En waarom een vis? Die moet je niet uitlaten. Ja, wij hebben een huisdier. Een kat hebben wij. Een vrouwtjeskat. Een vrouwtjeskat. En wat voor vrouwtjeskat? Een straatras, zeg maar. Een lapjeskat. Helemaal gevlekt met grijze, gelige, bruine, zwarte vlekken. Allemaal vlekken. Ja, ik heb twee katten. Eén kat is Oosterse kat. Kort haar, natuurlijk. We hebben een soort van Maine Coon. Een Maine Coon is een kat met al lang haar. En gedraagt zich meestal als een hond. Een soort van hond-kat gemixt. Ja, kat. Ja. En ze zijn best wel aardig hoor. Dus ze zijn niet boos altijd op elkaar. Ze spelen met elkaar vaak. Dat is best wel leuk. Nee, ik heb geen huisdieren. En hoe komt dat? Omdat het best wel wat tijd kost. En ook omdat je dan je huis wat vaker schoon moet maken. Ja. Ja, en dat vind ik toch niet zo leuk. Ik hou wel van dieren. En het huis waar ik in woon heeft wel een kattenluik. Maar we hebben zelf geen kat. Maar er komt wel af en toe een kat naar binnen. Nee, ook niet, want het deurtje zit op slot. Ja, dus eigenlijk zit het er voor de sier. Ja. Oké, wel een beetje vervelend voor katten die dan denken van joh, we gaan hier eens kijken. Ja, dat wel, ja. Maar als je een huisdier zou nemen, dan zou je dus voor een kat gaan, begrijp ik. Dat weet ik niet, want ik ben daar wel allergisch voor. Dus ik denk dat ik eerder voor een konijn zou gaan. Want ik had als kind ook een konijn. Het was niet zo heel groot en ook niet heel klein. Een beetje een middenmaatje. En ze was wit met een beetje bruine vlekken. Ook wat echt donkerdere vlekken. Ja. Wat voor haar? Ik heb twee ratten thuis. Twee ratten? Ja, twee ratten. Nou, het zijn eigenlijk hele leuke beesten. Ze zijn heel sociaal actief. Dus je moet er ook altijd meer dan één hebben. Anders raak ze zwaar depressief. En het leuke aan ratten is eigenlijk dat ze best wel slim zijn. En heel... En net zoals katten eigenlijk en honden om heel veel aandacht vragen. Dus ze komen ook echt naar je toe en ze willen met je spelen. Dat is het leuke aan ratten. Het zijn echt vriendjes. Ja, precies. Nee, ik heb geen huisdieren, nee. Nee, niet meer. Ik had eerst een kat, maar nu helemaal niks. Dus, En wat voor kat had je? Ik had een normale kat, een huiskat. En hoe zag je eruit? Hij was bruin, met zwarte strepen. Normaal zijn katten wat groter als deze. Deze was wat tenger. Wat mager. Heb je een huisdier? Mijn ouders hebben een huisdier. En wat voor huisdier hebben zij? Een hond. En wat voor hond? Een Canadese herder. Dus een witte herder ook wel. Hij heeft best wel lange haren, spitse oren die overeind staan. Best groot. En helemaal wit. Heeft u huisdieren? Nee, ik heb geen huisdieren. Wel gehad. Wat voor huisdier heeft u gehad? Ik heb een vogel gehad. En dat was een papegaai-achtige. Heel lang gehad. Ongeveer 18 jaar. Nee, helaas niet meer. Nee, maar u heeft wel een huisdier gehad? Dus. Gehad. 35 jaar katten gehad. Ik ben helemaal gek van katten. Ik vind de hond ook leuk, maar een kat is eigenzinniger. Mm-hmm. Ja, ze zeggen dus altijd, een hond heeft een baas en een kat heeft personeel. En zo was het ook. Nee. Nee. En waarom niet?
Nou, mijn kinderen willen graag een hond, maar ze overzien de consequenties niet. Dus de impact van 's morgens uitlaten, 's middags, 's avonds en dan 's avonds laat nog een keertje. Je moet een hond verzorgen, je moet hem eten geven. Je moet af en toe eens naar de dokter. Je moet eens met hem spelen. Nou, dat. Hè. Dus ik heb geen huisdier. Ook nooit gehad? Jawel, vroeger, toen ik klein was. En daar heb ik dus van geleerd dat mijn moeder altijd klaagde dat niemand de hond uitliet. Ik heb sinds kort een puppy en ik heb een wat oudere hond in de tuin vol vissen. Die puppy is wit met bruine vlekken. En het lijkt net of hij twee hartjes vlekken op zijn buik heeft. Dat is echt super schattig. En die andere is gewoon helemaal bruin. Bruine Labrador. Je hebt amfibieën, reptielen, vissen, zoogdieren. En wie weet nog wel veel meer soorten dieren die best wel lastig kunnen zijn. Zeker als je Nederlands aan het leren bent. En wil jij daar nou beter in worden? En wil jij sowieso je kennis over de Nederlandse taal en de cultuur verbeteren? Dan moet je zeker lid worden van Easy Dutch. Als je dat doet, dan krijg je toegang tot extra leermaterialen, oefenbladen bij alle video's, de transcripten van alle video's, extra audio en visueel materiaal. En daarnaast kun je sinds kort lid worden van de Discord-server. Daar zijn we heel trots op. En daar kun je constant met ons en met andere Easy Dutch-leden in contact blijven om met je Nederlands te oefenen. Ben je nieuwsgierig geworden? Dan vind je de links nu ergens boven mij in beeld en in de beschrijving van de video. Wat is zijn karakter een beetje? Nou, ze is best wel waaks. Dus als een mens die ze niet kent, dan blaft ze heel veel. Maar ze luistert heel erg goed. Dus wanneer ik haar uitlaat, kan ze zonder riem, blijft ze altijd bij je lopen. Kun je wat vertellen over zijn karakter? Het is nog een puppy. Dus ja, eigenlijk vrij weinig nog. Ik ben nog zelf aan het leren, aan het ontdekken hoe ze zou zijn. Oh, wat schattig. Ja. Ja, dus heel speels neem ik aan. Ja. Het konijn heette Bianca. Het is best wel oud geworden, een jaar of 7. Ja, dat is best wel oud voor de konijn. Ze zat buiten een heel mooi hok met een grote ren. En ze komt ook voetballen. Dan ging ze zo met de neus ging ze zo tegen een bal aan en dan zo erachteraan. Oh, niet okay. Nee, met een pootje. Nee, okay. Echt met een snuitje. Ja. Nu met corona, omdat mijn ouders allebei dan heel veel thuis waren, is hij heel gehecht geraakt aan ons. En nu merk je wel dat hij s'avonds heel erg blij is als mijn ouders terug zijn of als ik terugkom na een paar maanden hier te zijn. Dat hij heel blij is om mij te zien. En ja, je merkt wel dat hij een beetje verlatingsangst heeft. Maar het is echt een superlief hond. Wat voor hond had u vroeger? Een Roodheb Terrier. De Roodheb is de Rotterdamse vuilophaaldienst. Dus het was een hond waarvan niemand wist wat het was. Het was een vreemde kruising. Gewoon vuilnisbakkenras. En ze zijn allemaal redelijk oud geworden, in de 20. En kunt u ook wel vertellen over het karakter van de papegaai? Of van de vogel? Ze kunnen tam zijn. Alleen die wij hadden was niet tam. Die wilde toch maar het liefst in zijn kooitje. En als je probeerde wat aanhankelijk te maken, dan beet hij in je vinger. Ja, was nogal een opstandige kat. Druk. Dus in de ochtend rondjes rennen. Ja, gewoon gek doen. Op de grond rollen, spelen. En echt een eigen wil had de kat. Ja, heel lief. Heel lief, ja. Ze is heel rustig. En als ze iets nodig heeft, dan tikt ze met een pootje op mijn schouder. En dan wil ze bijvoorbeeld meestal eten, maar ze wil ook wel eens een beetje gestreeld worden of op de kopje gekrapt. En als we dan naar wilde dieren kijken, zijn er dan dieren waarvan u zegt van dat vind ik wel een mooi dier of een interessant dier? Ja, in het algemeen vind ik roofvogels wel mooie dieren. Ik vind opstijgende zwanen, die maken een fantastisch geluid en die moeten heel veel energie erin steken. En als we dan kijken naar wilde dieren, zijn er dan dieren die je mooi vindt? Ik vind vossen heel leuk. Ik vind dat wel fascinerende dieren. Ook in onze buurt zat er dan ook een vos en zo. Mijn favoriete dieren zijn gieren.
Die vind ik toch wel heel toch wel imposant en wel heel cool eruit zien altijd. Ze hebben een beetje een grote omvang. En het gave aan gieren vind ik altijd dat ze op hun hoofd, nek eigenlijk, dat ze nooit haar hebben. Een olifant. En waarom een olifant? Omdat hij zo groot is, grote oren heeft. En ik vind die slurf wel cool. Papegaaien zijn wel heel mooi, vind ik. Die, dat is een leuke. Ja, omdat ze ook kunnen praten. Ze worden heel oud. En ze hebben hele mooie kleuren. Dat vind ik wel heel, dat vind ik wel hele mooie beesten. Ook intelligent natuurlijk. Ja. En als we dan even naar wilde dieren kijken. Zijn er dan dieren die u mooi vindt of leuk vindt? Nou, dat zijn er een heleboel. Ja. Heb je 2 uur? Wij hebben alle tijd. Ja, eigenlijk een heleboel dieren. Kijk, je moet me niet opzadelen met een slang of een reptiel of weet ik veel wat. Het moet wel een aaibaarheidsfactor hebben. Ja, ik vind krokodillen wel interessant. Haaien. Allerlei tropische dieren vind ik mooi. Dus, En wat vind je dan interessant aan krokodillen bijvoorbeeld? Wat ik interessant vind is dat ze zijn al zo oud. Ze leven al zo lang. Dat ze echt jagers zijn, dat vind ik interessant eraan. Ik ben helemaal gek op makies, die aapjes. Die vind ik zo geweldig. Maar ja, voor de rest, ik hou wel van dieren gewoon het algemeen. Valk, dat vind ik echt ook een prachtig dier om te zien. Wat vind je daar mooi aan? Ja, hoe ze gewoon vrij kunnen vliegen en zweven, zeg maar. En hoe ze eigenlijk op de prooi aftuiken. En sommige zijn zo groot die zelfs ook op wolven jagen, heb ik begrepen. Dus in een documentaire. Volgens mij is het in gebied Mongolië, denk ik, dat ze dus die dieren ook gebruiken om hun schapen te beschermen. Superleuk dat je keek naar deze video over dieren. Hopelijk heb je er met plezier naar gekeken en heb je er ook wat van opgestoken. Laat in de opmerkingen weten of jij huisdieren hebt en wat voor dieren jij leuk vindt. En abonneer je op ons kanaal, laat een like achter en dan zie ik je graag in de volgende video. Tot de volgende keer!